Een halfmassief of meerlaagse parket, wat is dat juist? Wel, dat is een houten vloer opgebouwd uit meerdere lagen. Roofrijvloeren bestaan uit drie lagen. Een eikenhouten toplaag met een dikte van 3 mm wordt verlijmd op een drager van populiere hout. Nu, voor extra stabiliteit wordt onderaan nog een balancer in populier fineer voorzien. En de drager en de balancer hebben samen een totale dikte van 11 mm. Roveré is een budgetvriendelijke optie, omdat deze eikenhouten parketvloeren met een totale dikte van 14 mm net 1 mm dunner zijn dan standaard meerlaagse vloeren. Die hebben immers een toplaag van 4 mm dik. Toch is er producttechnisch geen enkel verschil tussen Roveré-vloeren en standaard meerlaagse vloeren. Ook qua comfort en levensduur doet deze parketcollectie het voortreffelijk. De eiken Roveré-vloeren zijn er in verschillende afwerkingen en sorteringen, naar ieders smaak. Deze Roveré bijvoorbeeld is een vloer met een Pure-classificatie. Wat betekent dat? Wel dat het eikenhout dat voor de toplaag gebruikt werd, quasi foutvrij is. Plaatselijk kan je een kwastje aantreffen en natuurlijke kleurverschillen brengen een bevallige variatie in het hout. Deze vloer werd behandeld met een natuurolie. Dat geeft hem die tijdloosheid die past in elk interieur. Roveré parket kan je uiteraard laten plaatsen door een vakman, maar het is ook mogelijk dat je de vloer zelf installeert, want in de verpakking vind je uitgebreide plaatsingsinstructies. Het onderhoud van deze mooie Roveré vloer gaat eenvoudig en snel. Bescherm je parketvloer meteen na plaatsing met een onderhoudsolie of conditioner. Stofzuig regelmatig, maar beperk lichtvochtige reiniging tot een minimum en gebruik altijd aangepaste reinigingsproducten. Nog vragen? Bij het verkooppunt in je buurt helpen ze je graag verder.